Welkom terug en leuk dat je weer kijkt hier op YouTube Mensen. Allereerst, als je wat hoort, ik weet niet of je het nu kan horen. Dat is de printer, helaas, die staat aan. Je moet een vrij groot document printen. En ook hier op zolder, het is niet alleen BeGeek Holland Studio, maar ook de printer. Als het irritant is, excuus daarvoor, ik kon niet wachten. Helaas, ik kon niet wachten, ik moet straks ook weer door. En ik wil deze heel graag reviewen, want deze moet morgen online, mensen. En wat is dit? Mystery Beer. Zoals je kan zien, Mystery Beer met een soort van Bourbon County lipje eraan. Maar het is ook wel handig om eraf te scheuren. Echt wel hele brute Mystery Beer. Kofo zak met, wat is het? Allemaal van die doodskopjes, een beetje van dat Mexicaanse-achtige. En, wat staat erop? GTR. Nee, dat is niet de Nissan. Dit is Gerben Thomas Remy. Ik snap eigenlijk niet waarom Remy als laatst. Maar goed, excuus gasten. Even geintje tussendoor, dat mag wel. Hè? Ja. We hebben alle drie dus hetzelfde bier gekregen van Wilfred. Wilfred, hartelijk dank. Super tof. Hier zit ook nog een lipje aan. Die kan er ook zo aftrekken. Ideaal voor de Hallo. Onthulling straks. Willy. Hey, gaat het, Remy? Ja, Willy heeft mij ook wel eens een keer, of Wilbert, Missie Beer gestuurd. Maar het is Wilfred. Wilfred, hartelijk dank. We zijn hartstikke benieuwd naar dit bier. En zoals ik al zei, hebben we alle drie hetzelfde bier gekregen. Laten we gewoon snel openmaken. Want ik, ja, Missie Beer, mensen, ik weet niet wat het is. Geen idee. Licht zesje. Cut to the chase, Biggie Goland. Laat hem inschenken. Oeh. Oké. Schenkt vrij licht uit. Koolzuur. Komt wel aardig omhoog. Schenkt lichter uit dan uiteindelijk in de glas. Als je hem zo in het glas ziet, dan denk je, ja, hij is mooi. Een beetje bronsachtig. Ja, op de camera, excuus mensen, komt niet heel goed terug. Maar het licht is een beetje bronzig. Wit schuimkraag. Mooi van kleur. Een beetje licht troebel. Niet extreem, gewoon licht troebel. We gaan kijken wat hij doet in de neus. En nogmaals, als je wat hoort, het is de printer. Als je net inschakelt, heel irritant geluid. Excuus daarvoor. Waarom wacht je niet? Ik moet straks weer door. Dit is de enige mogelijkheid. Oeh, ruikt goed. En bekend. Ruikt bekend. Oké. Okay. Kruidig. Allereerst. Kruidig, maar ook iets van karamel komt terug. Ja, gebrande suiker, karamelachtig, maar ook wel een beetje die kruidigheid. Denk niet zozeer aan een triple. Het doet mij gelijk denken aan, ik wou zeggen een barley wine, maar het is toch meer een quadruple. Ik denk toch meer een quadruple. Barrel aged? Ik denk het niet. Ik denk dat het een quadruple is. Non-barrel aged, tenminste in de geur, hè. De smaak moet nog komen. Hij ruikt wel lekker. Hij ruikt goed. We gaan hem snel proeven. Wilfred, hartelijk dank nogmaals. En uiteraard vergeet Thomas Opent en Dutch BeGeek hun kanalen niet. Want ditzelfde bier komt er ook terug. En het is wel leuk wat zij van dit bier vinden. Waarschijnlijk heb ik het helemaal mis. En hun goed of andersom. Geen idee. Cheers. Oeh. Wauw. Wauw. Oeh, die smaakt goed, hè? Komt me wel heel bekend voor. Oeh. Wauw. Hij is goed. Heel goed. Heel vol van smaak.
Brandt ook wel lichtelijk in je keel. Ik vind het eigenlijk heel moeilijk nu. Ja, kleur doet me denken aan een kwadruppel. Maar hij is iets lichter dan een kwadruppel. Voor jullie, echt waar. Geloof me, ziet hij er donker uit. Maar dat is hij niet. Ik ga hem toch even proberen helemaal in te schenken. Uit te schenken. Ja, ik vind het een moeilijke. Wilfred, moeilijk. Hij is wel echt goddelijk lekker. Wauw. Ik ga echt, denk ik, met deze gigantisch op mijn smoel. Dit moet iets. Ja, ik denk nog steeds een kwart. Wat? Oké, ik ga hem afronden. Quadruppel, 10,5% Nederlandse bodem, microbrouwerij, denk ik, non-barrel aged. Ja, waarschijnlijk zit ik er gigantisch naast, maar dat denk ik. Voordat ik hem openmaak, cijfer voor dit bier. Ja, erg lekker, dat is erg goed. Hij krijgt van mij een 8, ik krijg gewoon 8, punt. Ik ben in een goede bui vandaag. Hij krijgt van mij een 8. Ik ga eerst het dopje kijken of daar misschien wat op staat. Oh. Er staat niks op het dopje. Dus daar kennen we het niet van hebben, hè? Oké, okay. Dus even kijken. Uiteraard wel Bierkik Holland. Ja, hoe nieuwsgierig die ook is, eerst zelf kijken. Ja. Dat vind ik gewoon belangrijk. Oh, mooi. Een vuilniszak en dan ook nog, hoe noem je dat? Papier eromheen. Nou, dan kunnen we echt niet kijken hoe en wat. En ik ben bang dat ik gigantisch op mijn smoel ga. Ik ben er echt heel bang voor. Moet ik dan stoppen met dit kanaal? Nee toch? Nee. Oh. Mama. Mama. Oh, God. Oké. Okay. Nou, niet gigantisch. Het is een homebrew. Mag ik dat zeggen? Dat mag ik zeggen. Het is Bouws bier. Oftewel Wilfred zijn eigen bier. Oké. Okay. Barley Wine 2019, mensen. Hij is 10,2%. Ik zit er 0,3 naast. Excuus daarvoor. Maar het is toch aardig in de buurt. Ik dacht toch echt iets meer een quadruppel. Maar barley wine, ik zei het aan het begin. Praat ik het nu goed? Nee, ik praat het niet goed. Maar wauw, wauw, wauw. Allereerst mijn extreme... Ja, mijn complimenten. Het is echt, echt fucking goed. Hij is gebotteld op 1 februari 2020. Flabbergasted. Flabbergasted. Echt super, super lekker. Echt super goed. Echt wauw. En ik zei al, ik dacht ik hem eerder had geproefd. Ja, niet dus. Maar hij is echt heel fijn. Wauw. Nu ben ik ook heel erg nieuwsgierig. Zo. Naar de Bourbon County clone. Want Wilfred heeft ook een Bourbon County clone gebrouwen. Eentje met Heaven Hill infused. Of zoiets, hè? Ja. En één regular. Die staan nog klaar. En die krijgen dus de status side-by-side review. Ik ben wat meer side-by-sides. Ga ik wat doen. Vind ik hartstikke leuk om te doen. En zoals jullie ook zeggen. Volgens mij vinden jullie het ook leuk om te zien. En daar ben ik nu al echt razend nieuwsgierig naar. Ik heb ook al nog een triple staan van hem. Sorry. Twee triples. Ook side by side gaat hij gedronken worden. Echt super lekker. Hartelijk dank. Echt enorm verbaasd. Ik ga hem in ieder geval lekker opdrinken. Ik wil jou bedanken voor het kijken, liken, delen, abonneren. En Wilfred nogmaals. Hartelijk dank voor dit prachtige, prachtige bier. Daar moet je wat mee doen. Cheers.